Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vakantievlog, want we zijn nog altijd in Duitsland. Vandaag gaan we een wandeling doen, geocaching zouden we doen. En we zijn op zoek en ik heb nu juist een wandelingetje gevonden. Voilà, we zijn begonnen en we gaan eventjes wachten. Robbe gaat een smoothly afdaling doen. In ieder geval. Dus we zijn begonnen aan onze wandeling. Het was wel moeilijk om te weten hoe lang de wandeling is. Maar we hebben uiteindelijk toch een toffe wandeling gevonden. Naar een burcht, naar boven. En. We gaan dus geocachen. Wie wil er meedoen aan de geocache challenge? Ik. Alleen de kindjes, Brecht. Jij mag niet mee. Mama mag niet meedoen, want ze moet nog maar juist een beetje in de verte kijken en zien hem al zitten. De kindjes die wel meedoen, degene die de meeste cashen vindt. Ja? Wat is dat hier? Ik ook! Ze zijn maar 1,65 meter, het mogen zijn geen kindje meer. 64! 64, ze zijn dan zaten naar mij toe. Degene die de meeste cashen vindt, is gewonnen. Vandaag de cash. En wat kreeg de winnaar? Een zoentje. Moet je altijd iets winnen? Ja. Nee, Bram. Je bent geen voorbeeld. Dus, wie doet er mee of wie doet er niet mee? Ik doe mee. Ja? Robin niet? Ja, jawel. Ja? Dus de vier kindjes gaan om ter meest cashes zoeken. Klaar? Start! Ik heb nog geen idee wat dat de eerste is, maar goed. Dus binnen 130 meter ligt er een cache. Nu zitten we op 85, 84, 83 meter. Ja, loop maar. Je weet niet waar je moet zoeken. Ja, we zien on de wandelpatten. Mijn Duitse is zeer goed. Ja, paf Deutsch. Voor de kleine kinderen die aan het kijken zijn. Paf Deutsch. Paf was een keeper. Een Belge. Nog 30 meter. Nog 20 meter. Ik kreeg een rilling. Op mijn gsm. Robbe, waar is je voorsprong nu? Lastig. Is het lastig? Ja, lastig. Heel lastig. We zijn te ver. Heb dat die als je zo ver loopt? Oké, we gaan herbeginnen. De 6 meter naar daar. Daartussen. Daartussen nog 6 meter. Dus het zou ergens bij een boom. Hier zit ik op 4 meter. Wow, dat gaat hem zijn. Ja, Amber. Eeuw. Dat is een beetje vies, hè? Dat is altijd zo. Amber heeft het gevonden. Amber heeft 1 punt. Hey. Zijn potloodjes er zo bij, hoor. Ah, kijk een keer daar. De eerste cash. En waar heb je hem gevonden? Daar. Bij de boomstronk. Gevonden. In seconden. We hebben een probleempje. We hebben gezien dat op deze wandeling nu maar 1 cash ligt. Zo gemakkelijk ga je de winnaar niet zeggen. Jawel! We wonnen! Heb je hem moei teruggelegd? Ja. Zoals hij. Moei bien. Goed, oké. Dan gaan we verder wandelen, hè. En ik maar denk dat we een cash video gingen opnemen vandaag. Not. Mama heeft weer haar... Amber. Amber? Nee. Oh, Amber? Nee, Arco. Arco. Oh, Arco, heb je dat gevonden? Ja. Ik dacht dat mama dat gevonden had. Je hebt al veel meer van je mama. Toen een keer de buk. Oh, de kiever. Ah, nee. Goed. Dat is een mooie. Draai dan een keer. Spring de keer. Spring. Het is dat ik kan vliegen op. Vliegen? Ja, dan kan ik vliegen. Trek hem naar.
Je hebt er niet in zien. Gaan we weer verder? Ja. Goed gevonden, Narco. Dat is geen cash. Maar je verdient nog 2 punten. Maar, nee, geen punt. Nee. Ging nog een punt krijgen van Robbe. Ja. Lief, hè? Ja. Maar van papa kreeg je dat niet. We hebben een probleempje. We kunnen niet meer door. Ga je limbo doen? Ja. Limbo, ja. Ga je daaronder kunnen, limbo? Nee. Nou, ik dacht het al. Het is laag, hoor. Oei, hoor. Limbo? Amai, wat een schone limbo. Een limbo. Ah, dat is de afkorting daarvan. Ah, ja. Ja, Ellen, kom aan, de limbo. Ja, maar ik denk dat ik erover ga. Wat? Ja, ze hebben wel langere benen dan wij. Ja, ga je erover gaan? Doe maar. Dat zit niet goed. Ik kom net veel van de week. Allee, ga maar. Doe maar. Allee. Je moet niet achter je ventje kijken. Niet, hè? Ja, doe ik er alles af. Speel ik er alles af. Go ahead. Ja. Ja, heel de natuur kapot. Ja, Brecht. Naar u, nee, ik ben aan het filmen. Dat gaat niet gaan. Je had er niet boven kunnen. Ja, okay. Nee, hij had daar niet over kunnen. Limbo! Brecht is stil. Kom, limbo. Nee. Limbo! Limbo! Een beetje. Oh. Hoe gaat mama dat doen? Heel smoothly. Hopla. Hoi. Ga jij, het avontuur ondergaan? Ah ja. Oh. Dat was een limbo. Not. Nog een keer proberen. Daar is het een beetje hoger aan de zijkant, ja. Oh, het is gedaan. Iedereen is aan de overkant. En I'm gonna film de papa. Ai, 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 Puerto Rico. Maar als je leeg hebt, hè. Tiriririririri. Als je een boom hebt. Met een beetje hulp. Daar moeten we naartoe. Daar. Is het pittig? Het is pittig. Er zit pet in. Moest een klein beetje dood gaan. Ja. Voor de burg te zien. We zien er dan niet, hè? Nee, nee. Oh. Amai. Dat was pittig. En wat zien we voor ons? Weer pittig. Los gaan. Ja. Je zus was rapper, hè? We zijn eindelijk aangekomen aan de ruïne.
En het is hier wel niet zo rustig. Het is hier heel luidruchtig. Er zitten hier heel luidruchtige mensen. Ja, zodanig dat de mensen rondom ons al kijken. Al kijken naar, naar jullie. Naar mij niet, hè. Naar jullie. De mensen komen naar hier in alle rust. Kijk, ze zeggen in Duits wat voor bende kleine kinderen zijn dat ze. En we begrijpen dat niet Duits. Dat hier met een vlogcamera, ja man. Ja. Ze zeggen, wat was dat aan een vlogcamera? We verstaan dat volledig. We hebben 3 uur gewandeld naar boven. En nu terug naar beneden. En we hopen dat we geen 3 uur moeten wandelen naar beneden. Want het is donker dan. En we zijn bang in het donker. We hebben hier geen straat liggen. We hebben 9 gsm's, maar lichtjes. Ah, oh, dat gaat hier nog mooi worden. 3 uur hebben we erover gedaan. Omdat onkel Brecht een probleempje aan zijn hiel. Hij heeft al 10 keer zijn schoen moeten afdoen. Ten tweede keer, Bucky. Bucky? Bucky? Bucky. Dat is mijn nieuwe naam, Bucky. Oké, okay, Smurf. Sorry, Smurf. Eigenlijk is dat Smurf. En ik ben grote Smurf. Maar ze hebben dat al gezien, dat ik Smurf ben. Ja. Ja, 1,61 meter. Tja, ik kan Gargamel niet zijn, niet dan? Dat je, ik ruik dat je Twix gegeten hebt. Twix. Je hebt mijn Twix afgepakt. Twix afgepakt. Dat staat op mijn teen. Dus we gaan toch nog eentje zoeken. Amber had al eentje gevonden. Dus nog... Hoeveel meter is het nog? 150 meter. Het zal daar bij dat gebouw liggen. Daar. 35 meter. Ja? Ja. Ja, de code. Ah ja, de code. Dat gaat toch goed dan? Mijn margen is niet wat... Je moet een code hebben. Ik kan het pakken. Ja, maar je moet een code hebben om open te doen. En waar vind je die code? En die code vind je in de murmel. En waar is dat? Dat ik het niet weet. Gebruik de murmel. Ik kan het niet opnemen. Dus duw maar de knikkers eruit. Ah. Ja, een stokje. Het stokje zit er al in. Hoi. Ik ja. Krijg ze er niet uit. Nee. Dikkere stok. 1, 9, 3, 5. Staat er hier op? Ja. Kijk, hier staat dat op. Kun je het zien? 9. 5, hier is de... Het is al een beetje donker, hè? Kijk, hier kun je... 1. Ja. Ja? Dan 1, ja. En dan... Dus... 1, 3, 9. En laat de laatste nummer voor haar, koei. 1, 9. Allee, geef dan Arco nu. Ja, hij nog 4 combinaties, hè, dat ik kan doen. 3. Nee, want zijn volgende. 5. 4 combinaties. Ja. Ja. Ja? Hier, dat moet eruit. Oh ja. Zo. 3. En ja. Dat open. Ja. Ja. Je heeft er hem nu eigenlijk gevonden. Ja, ja. Dat we hebben gewoon samen ja. De code. Dat vind je ook al alweer van in de verte. Haar enthousiasme. Oh, wacht, oppassen dat je het niet laat vallen. Wie heeft het gevonden? Maar ze dat weet er aan. Is het die ene? Maar wat is dat hier? Zet, doe ze er maar weer in. Ja. En Jurgen, was het een leuk spelletje? Ja, ik speel graag met knikkers. Kijk hoe mooi, dit is een blauwe en een hele en een groene. Later that same evening. En ik denk dat ik... dat ik ga moeten stoppen. Denk dat ik de vlog ga moeten afsluiten. Of dat niet goed gaat komen.
Van de... Hoe kom je er weer? Wat dat hier ik zei? Ik vond het een leuke dag. Ja. En ik hoop dat jullie snel terugkijken. Vond je het een leuke vlog? Geef dan een duimpje. Vlog. Vlog. Een challenge. Vlog. Challenge. Vlog. En wil je... Wil je... Wat wil je? Wil je op de hoogte blijven? Ja, wil je op de hoogte blijven van onze volgende video's? Dan kan je altijd gratis abonneren. En vergeet niet om op dat belletje te drukken. Door daar. Daar drukken. En dan zeggen we alleen nog da. Doei.